Ja, goedenavond kijkers. Leuk dat jullie zijn ingetuned. Ik hoop dat er zometeen nog een hoop bij komen. We staan hier in Insel. Deze prachtige ijsbaan. We zijn vast afgereisd naar Insel om even te kijken hoe het hier bij ligt. Er was net ook een wedstrijd met Hein. Die heeft de 500 meter gereden. Helaas afgemaakt voor de 1000. Maar daar kan hij straks zelf alles over vertellen. Nou, jullie hebben natuurlijk al wat vragen mogen opsturen voor Hein en Patrick. En we gaan nu een korte Q&A met ze doen om te kijken of ze wat antwoorden kunnen verstrekken op jullie vragen. Maar daar is Patrick al. Ja. Kijk, Pat, kom erbij staan. Als jullie nog vragen hebben, laat ze ook gewoon achter. Dan kunnen we ze nog stellen. Precies, we doen gewoon real life. Hoe is het trainingskamp hier? Ja, goed. Zondag nog een keer. En daarna? Ja. En daarna weer terug in Nederland en klaarmaken voor de laatste. Jeroen, heb je al een eerste vraag binnen van de, die we eerder hebben gesteld? Ja, dit is een vraag van Diederik Delen. Diederik, leuk dat je deze vraag hebt gesteld. Altijd lastige vraag. De maximaal sprintvermogen op de fiets, wat is dat voor jou? Mijn PR heb ik ons laatste kamp in Italië gehaald en dat was 22 minuten lang. Keurig. Dat is best een aardige. Kom je dan een beetje in de buurt van Pjot? Ik weet niet wat. Diederik, als je nu live zit mee te kijken, stuur alsjeblieft even door wat jij haalt en wat Pjotr haalt. Kunnen we het een beetje vergelijken? Lijkt me zo. Wat is jouw 100 meter tijd? PR. Ja, Robby, eind 18. Weet je niet zeker? Dat was van Paier. Paier die heeft 10-3 staan. Die wilde eigenlijk wel weten of hij al sneller was. Ik denk dat ik dat niet aan. Als PR. Ja, als opening. De snelste opening is 10-10. Een vraag van Kiki Tulier. Patrick, wat is je hoogtepunt? Kiki, 18.1. Ja, dat was om mijn zus weer te zien. Die had ik 2 maanden niet gezien. Dat was mooi. Nou, we willen je niet best Sven. Toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het een vrij laffe knuffel, hoor, Pat. Ja, zo zijn we. Gewoon een echte, van hoi, we zijn er weer. Precies. En nu gaan we straks even eten nog wel. Natasja natuurlijk ook nog. Even tegenover Natasja zitten, even bij kletsen. Ja, dat denk ik wel. Snap ik. Jongen. Nou, we doen nog even één vraag. Is toch wel een aardige vraag ook. Ivan die voelt zich redelijk bedreigd op de korte afstanden. Zeker ook als hij meedoet. Maar die vraagt ook of jullie meedoen met de clubkampioenschap. Ja, waarschijnlijk wel. Even. Ja? Ik beloof niks, want ik weet niet waar ik op dat moment ben. Maar ik denk dat ik weer aan de start sta. Als je in Nederland bent, dan ben je erbij. Cool. Fantastisch, hartstikke bedankt. Nou, geen probleem. Tot zo bij het eten. Tot bij Massimo. Aan de overkant. Ja. Laten we eens kijken of hij nog tijd heeft voor een leuk praatje met de leukste week. Gaan we even kijken naar Jasmijn Vos. Leuke vraag, Jasmijn. Hij komt zo voorbij voor Hein. We krijgen weer andere antwoorden natuurlijk dan met Patrick. Oeh, we hebben de vraag. Specifieke vraag voor Patrick overgeslagen van Berto. Misschien kunnen we die straks nog. Hein. Hey, jongens. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, dat is perfect. Een beetje achtergrond. Ja. Net 500 meter. Vertel het eens. Moi. Wel een 100ste sneller dan vorige week. Ik ben hier nog nooit zo snel geweest in de trainingswedstrijd. Zo voor aan het seizoen. Dus dat is een positief puntje. Ja. 35-18, het is niet iets voor je te schamen, maar er zit veel meer in het vat. En met die wetenschap gaan we morgen naar huis. Dus dat, zo denken we toch weer een beetje vertrouwen. Ja, toch wel een goed gevoel. Ja, het is toch een beetje het einde, dus misschien een beetje zuur dat we aan het einde net niet aan de gaten zijn. Maar toch wel goed gevoel naar huis. Ja, zeker. Het was niet een perfecte rit en dat weet ik ook. Daarom weet ik ook dat er meer in zit. Maar uiteindelijk, weet je wel, 35-1 hoef je niet voor te schamen. En we zitten allemaal dicht bij elkaar. Het zijn snelle tijden en goed, dus die nemen we mee naar huis en we weten gewoon dat we dat in de tas hebben. Precies. En er zit meer in. Kijk. Nou, mijn kijkersvraag geloof ik. En dat was van Stefan Telier. Stefan, deze is voor jou. Hij vond hij kent jou eigenlijk best goed. Maar wat hij nou eigenlijk niet weet is welke vorm van Zwitser jij nou het leukste vindt. Meestal is dat een beetje zo groot mogelijk.
zo groot mogelijk dieetje die vult, want anders hoef je geen tweede keer te bestellen. Je, je hebt geen voorkeur met Jäger schnitzel of een zigeuner schnitzel? Ja, de Jäger is met champignonsaus overheen. Ja, dat blijft niet. Oh, is dat met champignonsaus? Denk het ook dan. Met een drankje. Met een pepersaus? Ja, ik moet hier toch wel een beetje politiek correct in spelen. Dat snap je gewoon, dat is wel perfect zo. Ik had nog wat vragen. Wat is tot nu toe het mooiste moment dat je spreekt? All in DH. Ja, oké, okay, ja, dat is een goede. Het mooiste moment uit mijn schaatscarrière is denk ik toch wel ja, dat ik de tweede plek op een weken sprint. He, toen kwam natuurlijk één collisiekoef, die kwam toen net om de hoek kijken dat seizoen. Weet je wel. En, die reed toen hard en ja goed, dat jaar werd ik Nederlands kampioen sprint. Met 3 van de 4 afstanden. En ja, een maandje later ging het goed op de weken sprinten. En dat is natuurlijk ja, denk ik nog steeds een mooie maatpaal. Ja. Ja, super mooi. Ja, alwin.dh, bedankt voor die. Kijk mee hoor. Hij kijkt mee zelfs. Yeah. Kijk. Nog een leuke, had ik je als mijn pols beloofd. Wat vind jij de leukste plek in Insel? En dan mag je niet de rappen zeggen. Heb je ook nog eentje Jack Daniels? Hij is op de hoofd. Ik ben hier ook groot geworden. Ja. Dus, de leukste plek in Insel, ja. Dan komt gelijk bij de volgende vraag. Wat is je beste herinnering aan de pols? Ik denk dat we die mening denk ik kunnen delen met mijn generatiegenoten. Dat we gingen zwemmen toen de bus stond te wachten. Ja, het is geen goed voorbeeld natuurlijk. Of ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. In de bus zitten. Maar kijk, toen zeiden we zouden we om 2 uur gaan rijden naar huis, naar Nederland. En, maar we gingen stappen, dat hadden we beloofd. Dus we hadden een plastic tasje vol met zwemkleding eventjes in het park. En we waren uiteraard de tijd vergeten, dus we gingen met z'n allen stappen en we kwamen te laat terug. Maar ja, die bus stond te wachten, maar dan hadden we beloofd, we moeten nog gaan zwemmen. Dus toen zijn we al over de muur heen geklommen en toen zijn we dus boven die duiktoren geklimmen in onze zwembroek in oktober met, het was het vast aan de grond denk ik inmiddels. En toen stonden we dus daar op die duiktoren, toen wilden we dus gaan springen, maar niemand had gevoeld of er überhaupt water in het water zwemmen. Dus Bart Seidelaan nog naar beneden gelopen op de vloer van water is af. Ja, inmiddels stonden wij natuurlijk ook daar te schreeuwen de duik door. Dus wij kwamen uit het water en toen kwamen Rob Sluis en Rien Meers, die kwamen echt wit heet ook over die muur geklommen en die trokken zo de bus in. Nou is het klaar. En toen herinner ik me nog dat ik in het gangpad ben gaan liggen en daar in Nederland weer wakker werd. En denk je dat dat nog steeds gebeurt, dat lekstrekers na het stappen gaan zwemmen? Ik denk dat dat, dat was misschien once in a lifetime. Ik kan me niet meer voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen dat lekstrekers dat nog zullen doen. Exact. Nou, bedankt dat je... We hebben nog één vraagje. Oh, nog een vraag. Ja, ik heb nog een laatste vraag, want die hebben we ook aan Patrick gesteld. Patrick, wist je niet, maar jij bent natuurlijk sprinter, dus je weet het waarschijnlijk wel. Wat is jouw 100 meter tijd, je PR? Mijn PR? Mijn snelste opening is 9.71. Mijn PR is volgens mij 19.3 down 80. Eén van die twee. Paaier, er is werk aan de winkel. Dank je. Oké jongens, veel geluk in deze video. Top van de Facebook.